Sluit ik agenda punt 2 en dan gaan we over naar agenda punt 3, het spreekrecht. Er heeft zich een inspreker gemeld, de heer Glaudemans uit Sluiskil. Hij wil graag inspreken over het onderwerp glasvezelaansluiting en providers in Sluiskil. Ik wil de heer Glaudemans uitnodigen. U krijgt 5 minuten en daarna kan de commissie u nog vragen stellen. Aan u het woord. Dank u wel. Als het goed is, hebben alle leden een kopie van de plattegrond gekregen. Geachte gemeenteraad, burgemeester en wethouder en in het bijzonder wethouder Vervaat. Graag wil ik u aandacht vragen voor het probleem glasvezel Sluiskil. Op 31 oktober 2019, 8 juli 2019 en 11 juni 2020 werd een grote in het PZC en Omroep Zeeland bekendgemaakt. Delta Fiber en KPN gaan glasvezel uitrollen in Zeeuws-Vlaanderen en in het bijzonder gemeente Terneuzen. Jippie, eindelijk, we gaan in onze gemeente en dorpskern snel internet krijgen. KPN wil dit gaan doen omdat ze over 3 jaar het gehele kopernetwerk willen stoppen. En inderdaad, zowel Delta Fiber als KPN-netwerk begonnen bijna tegelijk met het aanleggen van glasvezel in Terneuzen. Naar Terneuzen gingen zij door naar Sas van Gent, vanuit Sas van Gent naar Westdorpen, naar Axel, terug naar Terneuzen. En toen? Toen was het stil rond KPN. Ik heb toen als KPN-klant gebeld met KPN-netwerk wanneer ze Sluiskil gaan beginnen. En wat schetst mijn verbazing, KPN-netwerk ziet Sluiskil als een buitengebied. Ik op dat moment, buitengebied? Hoezo? Sluiskil, een buitengebied? Ja, uw dorp ligt te ver van een grote kern om glasvezel te krijgen. Toen ik KPN vertelde dat zowel Sas van Gent als Westdorpen gegaan zijn, wat verder weg ligt van de hoofdkern Terneuzen, zeiden ze, nee, u valt buiten ons aansluitgebied en een buitengebied en daar moet u maar genoegen mee nemen. Maar toen kwam ineens op 23 juni 2022 in het PZC het bericht dat wethouder Vervaat samen met Glasdraad dat zij het buitengebied van glasvezel willen gaan voorzien. Wij dachten, oké, er komt toch glasvezel in Sluiskil. Maar toen kwam er info dat er kosten aan verbonden zijn om mee te doen met Glasdraad. €250 voor woonwijkhuizen, €2300 voor huizen net buiten de woonwijken. En die €2300 kon in termijnen betaald worden. En dat kwam als donderslag bij heldere hemel. Want waarom krijgen Terneuzen, Sas van Gent, Westdorpen, Axel, het van KPN en Delta gratis tot in de woonkamer aangelegd? Tijdens een bijeenkomst van Glasdraad in het Meulengat werd er meer verteld over het plan van Glasdraad. En daar stelde ik de vraag of mensen die rond moeten komen van een uitkering en die niet meteen die €250 kunnen betalen, het ook in termijnen mogen doen. Waarop het antwoord was nee, alleen die van €2300. Uiteindelijk heeft heel Sluiskil tegen Glasdraad gestemd en is Glasdraad inmiddels begonnen in Zeeuws-Vlaanderen, maar niet Sluiskil. Dus we zijn weer bij het begin. Inmiddels heeft Delta Fiber glasvezel Sluiskil van glasvezel voorzien tot in de woonkamer. KPN kan over het Delta-netwerk, alleen willen ze dat niet, omdat Delta een te hoge tolkosten vraagt per klant. De glasvezel loopt letterlijk links langs Sluiskil naar Sas van Gent en rechtsom van Westdorpen naar Terneuzen. Zelfs de twee bruggen worden bediend over glasvezel van KPN dat langs het kanaal ligt en het verdeelstation van KPN wordt gevoed door middel van glasvezel. Wij halen nu met perbonding maximaal 75 mbps snelheid download en 20 mbps upload. Mijn eerste vraag is, wie bepaalt of een dorp een buitengebied is? Volgens KPN Netwerk is dit in overleg met KPN Netwerkontwikkelaar en de gemeente, dus hoogwaarschijnlijk wethouder Vervaat. Mijn tweede vraag is, hoeveel verdient de gemeente aan het contract van Glasdraad? Mijn derde vraag is, gaat de raad en wethouder Vervaat iets doen voor Sluiskil dat KPN-netwerk ons gaat aansluiten op hun glasvezelnetwerk? Ik wil bij deze ook graag een open WOB-verzoek indienen voor de volgende zaken. Aangevraagde vergunningen, aangelegd glasvezel van zowel Delta als KPN van 2019-2023. Aangevraagde vergunning van Glasdraad 2019-2023. Afgewezen vergunningen glasvezel Delta en KPN 2019-2023. Het convenant dat door wethouder Vervaat en Glasdraad is getekend voor glasvezel. En welke bedragen er worden betaald door Glasdraad per aansluiting aan de gemeente Terneuzen. Wij in Sluiskil zijn het beu om steeds het ondergeschoven dorpje te zijn, of zoals sommige bewoners het noemen, het afvoerputje van de gemeente Terneuzen. Dank u wel. Dank u wel voor uw woordvoering.
als u mag uw microfoon uitzetten. En u heeft keurig in 5 minuten uw betoog gehouden. Zijn de commissieleden die vragen willen stellen? Geen vragen op dit moment. Het was glashelder. De heer Van Kolm, GroenLinks, aan u het woord. Nou, plotseling kwam Delta ook boven water. En ik zou willen vragen of dat dan uiteindelijk ook niet een optie is voor de inwoners van Sluiskil. Deze vraag wilt u aan... Aan u nog een keer, wat was uw vraag? Of Delta ook een optie is om glasvezel aan te leggen bij u? Het ligt al in ons dorp. Delta is de laatste paar weken met een agressieve verkooppraktijk bezig in ons dorp. Ik wil zelf niet naar Delta, omdat de service van KPN meermaal beter is dan van Delta. Als je een probleem hebt, een dag later staat er een monteur voor je deur. Vrije modemkeuze bij KPN. Delta belooft 2 gig download en 2 gig upload. Maar je haalt bij de Delta maximaal 2 gig download en 500 MB upload. Dus daar zit nog een wringing in. En wij hebben in Nederland een Opta, onafhankelijke partij, telecomaanbieder en de telecomwet, die eigenlijk de netwerken openstelt voor elke gebruiker. En voorheen was 70% in Sluiskil klant van KPN of zijn subnetwerken, zoals T-Mobile, Ziggo, en 30% Delta. En op dit moment is het omgekeerd, omdat Delta dus wel heeft aangelegd. En ik kan nergens naartoe. KPN Netwerk Hoofdkantoor ben ik zelfs een keer naartoe geweest om dit voor te leggen. Ik werd niet te woord gestaan. De klantenservice kan me niet helpen. Zelfs een onbeschofte medewerker zei van, als u dan niet tevreden bent, dan stapt u toch lekker naar de Delta. Maar... Dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog commissieleden nog aanvullende vragen de heer Glaudemans willen stellen? Nee, dan wil ik u danken voor uw woordvoering. Dan mag u terug plaatsnemen. Dan nodig ik...